Gisteravond al plaatste Antwerp zich voor de volgende ronde. Antwerp won met 2-1 tegen de Luxemburgse vierdeklasser Givry. Antwerp komt zo ongeslagen uit de voorbereiding en lijkt helemaal klaar om de competitie woensdag te openen bij Tubeke. Antwerp start gretig aan de wedstrijd. Na nog geen 5 minuten pakt Oris uit met een spectaculaire omhaal, waar doelman Benoit toch enige moeite mee heeft. Niet veel later krijgt Di Gregorio een schietkans. Christophe Benoit houdt de bal knap uit doel. Antwerp stapelt de kansen op en krijgt uiteindelijk wat het verdient. Di Gregorio ontfutselt de bal en maakt er 1-0 van. Antwerp verdient op voorsprong. Het antwoord van Givry volgt snel. Marlois alleen voor de goal. De tussenkomst van Antwerp-verdediger Fibel is te laat. Hij verschalkt ongelukkig zijn eigen doelman Wotti. De eerste kans voor Givry is meteen een doelpunt, 1-1. Na rust blijft Antwerp domineren. Nieuwkomer Zevenier lanceert Oris en die werd koelbloedig af. 2-1, Antwerp opnieuw op voorsprong. De Great Old laat het tempo dan wat zakken en controleert de wedstrijd. Op het uur trapt Di Gregorio nog op de lat. Givry krijgt niet veel kansen meer. Een zwak slotoffensief resulteert in deze ene laatste kans. Pierson krijgt de bal niet voorbij doelman Wotti. Antwerp wint, moeizaam en toch verdient met 2-1 en bekert voort. Normaal is dat, we hebben een heel goede groep, we spelen heel goed voetbal. We hebben ze eigenlijk de eerste helft denk ik dat we bijna 80% balbezit hadden. Maar als je dan niet scoort, ja, dan weet je dat het moeilijk wordt natuurlijk. En zeker als ze dan, als je scoort, direct gelijk maken. Ja, dan, maar we zijn er altijd blijven in geloven en we hebben gewoon ons ding gedaan en 2-1 gewonnen. Dus, juist uitslag denk ik, alhoewel dat er 3 of 4 kunnen zijn. Elke run you may mark in the beaker is good for the club. Normal the opposition gets better, and then we will have to wait and see what gebeurt. Maar voor mij de belangrijkste is dat we vandaag hier winnen. En as you said, the following run. Maar dat is at my kop nu, following West Riders tegen 2 B's. En dat is de belangrijkste.